Afgelopen donderdag ontvingen een grote groep bewoners van de nieuwe Hanzewijk uit handen van onder andere teamchef Johan Eckel en burgemeester Koelewijn op het politiebureau in Kampen een bedankje vanwege hun inzet tijdens de aanhouding van twee inbrekers. En hoewel het natuurlijk weinig mis is met de veiligheid en leefbaarheid in Kampen, ja, zo'n incident speelt natuurlijk, maar als je het gewoon al meer jaren bekijkt, dan leven je toch in een redelijk veilig gebied. Willen we toch samen met de inwoners, wij als politie, maar ook de inwoners van Kampen, het niveau wat we hier in Kampen kennen graag vasthouden. Sterker nog, we willen dat steeds verbeteren. Maar in ieder geval, de politie heeft een bepaalde taak en we hebben natuurlijk een hele sterke afhankelijkheid van burgers die daaraan mee willen werken. Natuurlijk zijn we afhankelijk van meldingen, we zijn afhankelijk van burgers die wat zien, die ons souffleren, die ons op het goede spoor zetten. Je mag van de politieorganisatie verwachten dat die daar professioneel vervolgens mee verder gaat, hè, dat de daders gepakt worden en dat er uiteindelijk een vervolg bij justitie komt. Ja, als burgemeester ben ik verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. En de gang van zaken, zoals ik die vorige week hoorde, hoe jullie zijn opgetreden, vond ik heel bijzonder. Verrassend mooi, kan ik wel zeggen. En het grote getal van mensen dat erbij betrokken was, dat maakt het eigenlijk nog bijzonder dun. We moeten weten dat als het gaat om inbraken, dat één van de misdrijven is die een enorme impact heeft op de mensen die met inbraak te maken hebben gekregen. Blij dat jullie er ook zijn vanavond. Want ja, vreemden komen in jouw private domein die er absoluut niks te zoeken hebben. Toch zoeken ze wel wat en dat doen ze ook niet op de nette manier. Ze maken de boel kapot. Het zijn jouw spullen die er kapot worden gemaakt. Laten we beginnen met degene die er slachtoffer geworden is hiervan. Wij zijn een uurtje weg geweest. We zijn even naar de Jumbo geweest en daarna nog even bij Kaweien langs gereden. En ik denk dat ongeveer 10 minuten nadat wij weggereden zijn, de hele boel in gang kwam. Het is bizar, maar je bent zo weg en gebeurt zoiets. Uiteindelijk kwamen wij na een uur terug en toen stonden heel veel mensen bij ons huis. Op de oprit en rondom. En dan denk je van, jongens, wat is daar nou gebeurd? We zijn het huis doorgegaan, we hebben gekeken van welke kamer, wat hebben ze gedaan overal. Nou, de keuken viel wel mee. Daar zijn ze waarschijnlijk niet geweest. De kamer lag en meubels waren omgegooid. Dat was een slagveld. Laden opengetrokken, alles over de grond gegooid. Kasten, alle kleren eruit. Er is niet te filmen. En dan krijg je ook een heel bizar gevoel. Nou, jammer genoeg ben ik er door mijn groen heen. Alsjeblieft. Hartelijk bedankt. Wijkagent Harm Botter, dit zijn volgens mij de mensen die uit het juiste hout gesneden zijn. De denkers die doen. Dit zijn er zeker de doeners en daar moeten wij het ook van hebben eigenlijk. Bij meldingen ook. Wij kunnen het niet alleen vaak. Vaak hebben we de hulp nodig van dergelijke mensen. De trotsheid van de burgemeester, die straalde er vanavond af. Ja, dat is zeker te zien. Hij is ook altijd trots. En hij staat ook voor zijn mensen, denk ik, in deze gemeente. Vandaag is er een top 10 gepresenteerd. Via de sociale media, waar mensen weergeven waar zij zich aan ergeren en wat zij eigenlijk normaal vinden. En zeg maar, sociale controle staat in het rijtje van 10. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi om dat eraan te treffen, want als je dat hele rijtje leest, dan is er eigenlijk zo vanzelfsprekend dat je zegt, hebben we er tegenwoordig van die rijtjes voor nodig van wat mensen willen. Maar het staat er dan toch wel bij, vormen van sociale controle.